Volgende. Ga nooit op een zolder zitten. En dan, want het warmte stijgt omhoog. Dus dat moet je dus niet doen. Ga lekker in een koele ruimte zitten, als de badkamer. Of beneden of zo. Of in de gang. Dus dat is veel beter. Nummer 3. Trek nooit je lange broek aan. Dat is veel te warm. Doe dat niet. Beter. Korte broek. Dus nummer 4 alweer. Je moet niet te veel bewegen. Want anders wordt het ook heel warm. Dus ga vooral lekker zitten. Dus zo hier ongeveer. Zo lekker. Ja, zo goed. Want anders wordt het echt te heet, jongens. En nummer 7 is dat je lekker een ventilator aan moet zetten. Dus dat is ook veel beter. Echt veel beter, jongens. Dus doe dat. Of hou je kamer gewoon koel met de deur bewegen of zo. Dan hou je ook je kamer koel als je geen ventilator hebt. Dus dan doe je zo. En dan, dan wordt het lekker koel. Dan gaat je hele kamer tochten en zo. Of nummer 8. Wat eigenlijk niet zo heel erg slim is, maar ook dan weer wel voor de warmte. Laat het lekker tochten en dan komt de wind, een lekker koude wind door je hele huis heen. Dat is ook veel beter. 9, doe een airco aan. Dat is altijd lekker. Heerlijk, cool. En niet te lang, want anders heb je te koud. Dan stop je even en dan ga je weer door. En dan stop je even en dan ga je weer door. Anders wordt het ook te koud, ja. Niet altijd koud, maar dat moet ook, hè. Koud, hè. De laatste. Laten we het laatste doen. Oké, drink. Dan doe lekker water over je hoofd. En blijf je hoofd lekker koel. Of doe gewoon lekker de ice bucket challenge of zo. Doe dat soort dingetjes allemaal. Of ga je naar een ijsbad liggen. Doe die challenge allemaal in de zomer. Ga niet echt van die hete challenges doen. Dat soort dingen moet je allemaal niet doen. Dus hoop dat jullie video leuk vonden. Hoop dat jullie ook veel van geleerd hebben. Dus doe dit vooral allemaal, jongens. Ga lekker koud worden. Koud in de zomer. Dus dan zie ik jullie de volgende keer.